Gisteren zilver, vandaag eindigt het in de kwartfinale. Kun je daarmee leven? Nou, het was vandaag wel de meest realistische doelstelling, dus uh, uiteindelijk kan ik vandaag mee leven, ja. Want als zevende kwalificeren, ja, dan is een kwartfinale plaats, logisch. Uh, nou, dat niet zozeer, want natuurlijk zijn het allemaal, uh, ja, iedereen is een goede doen en, en de verschillen zijn toch wel dusdanig klein dat je niet uh, zomaar van de kwartfinale kan spreken, maar... Ja, zoals ik al zei, het meest realistische was wel uh, minimaal de kwartfinale. Hè? En alles daarna zou bonus zijn geweest. Ja, ja. Nou, gisteren was het bonus. Vandaag geen bonus. Toch nog een beetje ja, zware benen vanwege gisteren? Uh, ja, ik, ik, toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik echt van... Oe, volgens mij heb ik gisteren toch wel wat er gedaan. Maar ja, dat uh, vond ik niet erg, omdat je dan duidelijk een zilveren plak krijgt omgehangen. Maar uh, ja, echt helemaal fris waren ze ook weer niet helemaal. Nee. Ja. Kan ik nou heel stiekem zeggen dat de teamsprint en de Kairin voor jou de Hoofddoelen zijn om in de medailles te vallen en dat dit dan de bonus zou zijn geweest? Uh, ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Ik probeer me wel steeds te verbeteren op de, op de sprint en dat lukt ook wel uh, gezien afgelopen wereldbekerseizoen. Maar uh, ja, de hoofddoelen zijn toch alsnog voor ons nog wel de keier in een team sprint. Ja. ja, lekker dat er nog even, even een tijdje, een dagje tussen zit voordat de keier gaat beginnen. Ja, zelfs twee dagen. Het begint zondag en uh, ja, dus morgen gaan we even gewoon trappelen en uh, zaterdag weer voor een spanning en dan uh, gaan we kijken wat het wordt. Ja. We komen net uit de Olympische koorts van de schaatsers en, uh, en uh, de shortrackers. Begin jij ook al een beetje Olympische kriebels te krijgen? Want ik hoor hier het woord Tokio en 2020. En jullie spelen toch ook al regelmatig rond gewoon. Um, ja, nou eigenlijk begint een. Uh, kijk, EK is in augustus. Dan begint de Olympische cyclus voor ons al om punten te scoren voor 2020. Dus uiteindelijk begint die koorts ook wel een beetje bij ons te groeien. Ja, ja nou, misschien dat jullie geïnspireerd zijn door, uh, door de schaatsers, Want het is een prachtig evenement, hè, tot nu toe hier. Ja, het is, ik vind het echt heel mooi hoe Apeldoorn het hier heeft neergezet. En ik heb gewoon wat ik kon zien, heb ik gevolgd met de Olympische Spelen. Dus ik vond het allemaal al echt wel heel motiverend werken, ja. Nou, om een echte Olympische kreet nog even te gebruiken, knallen zondag? Ik hoop het. We gaan het zien.